Tim den Besten kwam enkele maanden geleden op opmerkelijke wijze in het nieuws, nadat hij werd ontmaskerd als een grinteboef en tevens bekendmaakte dat hij aan een zeldzame vorm van kanker leed. Sindsdien is het opvallend stil rondom de 36-jarige presentator en nieuwsgierigheid naar zijn huidige situatie is begrijpelijk. De VPRO-ster Theo Maassen mag dan momenteel de meest controversiële figuur zijn, maar Tim den Besten was eerder het middelpunt van de aandacht. Zijn betrokkenheid bij verwerpelijk gedrag op de homodating-app Grindr leidde tot verontwaardiging, terwijl hij ook nog eens werd geconfronteerd met de diagnose van kanker. De timing van deze onthulling riep zelfs speculaties op over de oprechtheid ervan, met opmerkingen van bekende figuren zoals Johan Derksen. KRO-NCRV nam snel afstand van Tim door hem van de buis te halen, terwijl de VPRO vasthield aan zijn aanwezigheid. Desondanks blijft het oorverdovend stil over zijn huidige toestand. Zelfs privébaas Evert Santegoeds geeft toe dat er weinig bekend is over de recente ontwikkelingen. De combinatie van zijn omstreden gedrag en de ernstige ziekte lijkt ervoor te zorgen dat betrokken partijen weinig details prijsgeven. Het gebrek aan informatie heeft de nieuwsgierigheid gevoed en Jordi Versteegden van de podcast Strikt Privé bracht de kwestie recentelijk weer onder de aandacht. Echter, zelfs met zijn onderzoek blijven veel vragen onbeantwoord. Santegoeds benadrukt dat de ziekte momenteel de boventoon voert, waardoor alle betrokkenen terughoudend zijn in het verstrekken van updates. Hoewel er weinig bekend is over de medische situatie van Tim den Besten, geeft zijn advocaat aan dat er half maart gesprekken zullen plaatsvinden met het medisch team om de effectiviteit van de behandelingen te evalueren. Of deze informatie openbaar wordt gemaakt, blijft onduidelijk. Geruchten over de aard van de ziekte doen de ronde, maar vooralsnog blijft het speculatie. In elk geval verkeert Tim nog steeds in een zware periode, waarin hij herstelt van intensieve behandelingen. De exacte vorm van kanker die hem treft, blijft echter een mysterie. De komende maanden zullen ongetwijfeld meer duidelijkheid verschaffen over het lot van Tim den Besten, maar tot die tijd blijft het wachten op updates over zijn gezondheid en eventuele juridische gevolgen van zijn eerdere gedrag op Grindr.